Ik ga een blokje maken voor de cast. En de cast van de serie, dat zijn eigenlijk alle spelers die erin meedoen. Bij hun gewone naam en hun naam als acteur. Wie spelen zij in de serie? Nou ja, dit wordt een hele makkelijke. Ik kan namelijk kiezen voor people. Het zijn allemaal mensen die ik ga toevoegen. Dus ik klik op dat blokje people. Nou opent hij een scherm en je ziet, ik kan fotootjes toevoegen en namen. Nou, ik ga dat ook doen. Ik zeg add blok. Dat is hier dat blauwe knopje in het midden. Ik zeg add blok. En hier kan ik nog weer wat aanpassen. Ik kan de naam people aanpassen. Dat doe ik en die noem ik cast. Ik zou zelfs het icoontje kunnen aanpassen, maar in dit geval klopt het wel. Want er staat een mannetje en we zijn natuurlijk op zoek naar de cast, oftewel allemaal mensjes. Dus ik zeg finish. Nou, nu zie je dat hij aan de linkerkant een blokje heeft toegevoegd en dat blokje heet cast. En hij plakt hem eronder. Nou heeft hij al twee fictieve mensen erin gezet. Die wil ik niet hebben. Ik kan niet alleen maar twee mensen doen. Ik kan ook zeggen, nou, ik wil er eentje extra toevoegen. Dan klik ik hier op add en ik maak iemand extra. Nou heb ik me al een klein beetje voorbereid. En ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. Ik heb een mapje aangemaakt. En in dat mapje heb ik allemaal foto's van alle acteurs die erin meespelen. Nou, ik zal er één laten zien hoe je die toevoegt. We kennen allemaal de hoofdpersoon. Ik weet niet of iedereen hem kent. Maar deze man heet Wentworth Miller. En ik kan hier een foto toevoegen. Nou, en die kan ik uploaden. Ik kan weer in het grote blok klikken. En ik heb hier alle plaatjes opgeslagen van de acteurs. Ik heb hier Wentworth Miller staan. Ik zeg openen. Dit fotootje heb ik weggehaald uit IMDb, uit de site. Gewoon bij cast, gekopieerd, geplakt, opgeslagen. En ik zeg finish. Nou, hij heeft een beetje hem uit elkaar getrokken. Op zich is dat niet zo erg. Je krijgt het fotootje straks wel te zien. Het enige wat ik nu nog verwacht dat je doet, is hier aanpassen. Je moet een beschrijving er neerzetten. Nou, in de beschrijving komt er te staan hoeveel afleveringen heeft hij meegedaan en wie speelt hij in de serie. Nou, in dit geval speelt deze jongen Michael Scofield. En als ik wil weten hoeveel afleveringen die heeft meegespeeld, laat ik je dat meteen zien. Daarvoor had ik een site geopend en ik had je al gezegd, die stond hier bij mij open. Ik heb hier full cast en crew. Daar kan ik naartoe. En zo zie je iedereen onder elkaar staan die in ieder geval iets in de serie heeft betekend. En als ik dan naar de series cast ga, dan zie ik hier staan Wentworth Miller. Het is Michael Scofield. En hij heeft 90 afleveringen meegedaan. Dat betekent ook dat ik dus in mijn app kan schrijven 90 afleveringen. Ik ontdek hier nog een foutje. Nou, onderin zou ik eventueel een e-mailadres kunnen toevoegen, een telefoonnummer of een website. Ga ik niet doen. Ik ga hem voor nu eventjes hierbij laten. Ik zeg save. En je ziet dat hij bij mij één acteur heeft toegevoegd. Wentworth Miller staat erin. Nou, dat ga ik ook doen voor de rest. Ik kan hier Jane Smith aanpassen. Ik kan de foto toevoegen. Vergeet dan niet onderin om even dit soort gegevens te verwijderen, anders is dat lichtelijk slordig. Voor nu kunnen jullie ermee aan de slag en hoop ik dat je de volledige cast erin gezet krijgt.